Hij was geboren in de woestijn, zijn ouders waren Bedouïnen. En omdat hij natuurlijk heel klein was bij zijn geboorte, hebben ze hem in doeken gewikkeld en hebben ze hem bij ons in het ziekenhuis achtergelaten. En wat me toen zo opviel, is hoe ongelooflijk bewust hij was en hoeveel behoefte hij had aan aanraking. Want ik heb, je ziet hem, dat is mijn hand. Moet je zo'n Ja. vingertje. Nou, hij was met ongeveer 28 weken geboren, dus hij was heel klein. En ik heb toen de volgende dag weer mijn camera, dus toen heb ik mijn camera meegenomen om te kijken van ja, maar doet hij dat nou weer? Was het nou gewoon een toeval? En hij raakte weer, probeerde hij zich gewoon die verbinding te maken. En dat heeft zo'n invloed op me gehad, ook op mijn werk daarna, dat ik eigenlijk besefte op dat moment, ik denk als je 28 weken oud bent, in de baarmoeder zit, dan ben je al zo bewust. Dat hij Ja. echt uitreikt Ja, naar ja, contact. ja. Dus ik zeg wel eens nu, als ik lezingen geef hierover, dat mijn allergrootste leermeester was de allerkleinste patiëntje waar ik ooit voor Oh. gezorgd heb.